Ware liefde vergaat niet. Maar wat als je erachter komt dat jouw geliefde een hartverscheurend geheim met zich meedroeg? Deze vraag kan Tony Trapani beantwoorden. Nadat zijn vrouw stierf, ontdekte hij een geheime brief. En wat daarin staat zal je verbazen. Wil je nog meer interessante verhalen horen? Abonneer je dan op het kanaal en klik op het belletje. Audrey Phillips. Voordat we overgaan naar Tony, deel ik eerst nog een ander ongelooflijk en mysterieus verhaal. Dit is Audrey Phillips. Ze is 85 jaar en was gedurende 64 jaar gelukkig getrouwd met Glyndwr Phillips, een familieman en burgerlijk ingenieur. Of dat was tenminste wat hij iedereen deed geloven. Gedurende al hun tijd samen droeg meneer Phillips een groot geheim met zich mee. En toen hij in 2015 op 83-jarige leeftijd aan Parkinson overleed, kwam de waarheid aan het licht. Of mevrouw Phillips dit nou wilde of niet. Want tijdens het opruimen van oud papierwerk ontdekte ze dat haar overleden man niet was wie hij beweerde te zijn. Het was een harde periode voor mevrouw Phillips. En ze was al een tijdje bezig met al zijn oude spullen netjes op te ruimen. Samen hadden ze een mooi gezinnetje gebouwd en ze dacht voortdurend aan alle mooie momenten die ze samen hadden gedeeld. Volgens mevrouw Phillips was haar man een echte familieman. En haar hele leven kende ze hem als burgerlijk ingenieur die graag voor zijn lokale voetbalteam speelde. Maar tijdens haar schoonmaakbeurt kwam ze te weten dat ze eigenlijk geen flauw idee had wie haar man werkelijk was. Uit verschillende documenten bleek dat hij helemaal geen burgerlijk ingenieur was geweest. Sterker nog, meneer Phillips had niet eens zijn middelbaar diploma gehaald. In 1944 werd hij namelijk als tiener gerecruiteerd vanwege zijn bijzonder fotografisch geheugen. Door wie werd hij gerecruiteerd? Door niemand minder dan de MI5, de veiligheidsdienst van het Verenigd Koninkrijk. Ook wel de Security Service genoemd. Dit was tijdens de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog. En documenten toonden aan dat meneer Phillips onmiddellijk werd toegewezen aan operatie XX. Deze operatie staat ook wel bekend als het Double Cross systeem. Vertaald naar Nederlands betekent dit het dubbele kruissysteem. Operatie XX was een belangrijk MI5 contraspionage- en misleidingsproject. Bij dit project werden nazi-agenten die in Groot-Brittannië gevangen waren genomen, gebruikt door de Britten om valse informatie terug naar Duitsland te sturen. Meneer Phillips was dus een geheim agent, en dit op 13-jarige leeftijd. In de documenten staan de details van de training die meneer Phillips volgde. Zo kroop hij bijvoorbeeld door betonnen buizen naar gevangenissen om met Duitse krijgsgevangenen te praten. Ook na de Tweede Wereldoorlog bleef meneer Phillips als spion werken. En dit bleef hij verder doen gedurende het grootste deel van zijn volwassen leven. Alleen zijn vader wist van zijn clandestine activiteiten af. Deze ontdekkingen waren erg schokkend voor mevrouw Phillips, want zij wist hier helemaal niets van af. Ze vertelde dat ze het nooit verdacht vond dat haar man lange tijd afwezig was, omdat hij vaak moest reizen voor zijn werk. Nu heeft ze natuurlijk veel vragen. Vragen die waarschijnlijk nooit beantwoord zullen worden. Mevrouw Phillips is ondertussen gepensioneerd en ze heeft de memoires van haar man gepubliceerd in een boek getiteld Operation XX and Me. Did I have a choice? In het Nederlands betekent dit Operatie XX en ik, had ik een keuze. Denk je dat jij in staat bent zo lang een dubbel leven te leiden? Of zou je bezwijken onder de stress? Laat het ons weten in de comments. Tony Trapani. Nu gaan we over naar Tony Trapani's verhaal. Toen hij de dossierkast van zijn overleden vrouw aan het opruimen was, stuitte hij op een bijzondere vondst die zijn hele leven op zijn kop zou zetten. En in deze video kom je te weten wat deze vondst was. Tijdens het opruimen kwam Tony opeens een geheime brief tegen. Hij had deze brief nog nooit eerder gezien. Het was een handgeschreven ding dat er erg oud uitzag. En toen Tony het wat nauwkeuriger inspecteerde, begreep hij meteen waarom. Want bovenaan de brief stond de datum in keurig handschrift geschreven. 1959 las hij. Al erg merkwaardig natuurlijk. Maar toen Tony begon te lezen, viel zijn mond pas echt open. Zijn vrouw had blijkbaar meer dan 5 decennia lang een groot geheim met zich meegedragen. Kun je raden wat dit geheim was? Zet de video snel op pauze en schrijf je gok in de comments. Voordat we je vertellen wat er in de brief stond, moeten we je eerst een belangrijk detail vertellen. Tony Trapani en zijn vrouw hadden een grote kinderwens. En hun hele leven lang probeerden ze kinderen te hebben. Maar helaas was dit te vergeefs. Hoe graag ze het allebei ook wilden, Tony's vrouw kon niet zwanger worden. Een kindje zat er dus voor hen niet in. En na vele jaren besloot het koppel uiteindelijk hun kinderwens op te bergen. Ongelukkig waren ze niet, want ze hadden elkaar. Maar toch ontbrak er altijd wat, vond Tony. Na de dood van zijn vrouw zou Tony's leven echter nooit meer hetzelfde zijn. Niet alleen omdat hij zijn vrouw hard miste, maar ook vanwege de brief die hij in haar dossierkast vond.
De brief was oorspronkelijk zo goed verborgen dat Tony het ding tijdens de eerste twee schoonmaakbeurten helemaal niet had gezien. De brief was aan Tony zelf geadresseerd. En de stempel op de envelop gaf aan dat het op 7 maart 1959 was verstuurd. Dit maakte Tony erg nieuwsgierig, want hij had deze brief namelijk nog nooit eerder gezien. Hij deed de envelop voorzichtig open en dit is wat hij toen las. Beste Tony, ik durf te wedden dat je verrast bent mij te horen na zoveel jaren. Ik dacht deze avond weer aan jou, net zoals zoveel andere avonden. Maar deze keer vond ik dat het tijd was je te schrijven. De brief was afkomstig van een dame waarmee Tony samen was geweest voordat hij zijn vrouw ontmoette. Tony was verbaasd, maar tijdens het lezen van de volgende paragraaf kon hij zijn ogen haast niet geloven. Zijn ex-vriendin schreef: Tony, wees alsjeblieft niet boos, maar ik heb een zoontje. Hij is nu 5 jaar oud. Hij heeft grijze ogen en prachtig zwart haar. Wat ik je probeer te zeggen, Tony, is dat hij jouw zoon is. Hij werd geboren op 14 november 1953. Tony kreeg een krop in zijn keel en zijn ogen begonnen te tranen. De vrouw sloot de brief af met: Alsjeblieft Tony, als je het in je hart kunt vinden om mij te vergeven, kom je zoontje dan bezoeken. Elke dag vraagt hij waar zijn papa is. En ik vind het steeds moeilijker om een antwoord te geven. Ik zou je voor eeuwig dankbaar zijn als je hem eens kwam bezoeken. Ik hoop van je te horen. Hoe denk je dat jij zou reageren als je zo'n brief zou vinden? Tony gaat ervan uit dat zijn vrouw de brief gevonden heeft en na het lezen het ding meteen in de dossierkast verstopt heeft. Ze was waarschijnlijk bang dat ze haar man zou verliezen aan deze nieuwe familie. Hoe dan ook, nu was het geheim bekendgemaakt. En Tony ging op zoek naar zijn lang verloren zoon. Wat hij echter niet kon weten is dat deze zoektocht nog tot een andere verbazingwekkende ontdekking zou leiden. Tony en zijn familie begonnen de zoektocht met niets meer dan de naam die ze in de brief hadden gelezen. De vrouw die hem de brief had geschreven heette Shirley Childress. Een best toepasselijke achternaam voor dit verhaal. In de brief schreef Shirley dat ze haar zoon Samuel Duane noemde. Tony en zijn zus gebruikten deze informatie om Tony's zoon op te sporen. En al snel bleek het internet en sociale media erg nuttig te zijn. Als kind groeide Samuel op zonder vader. Dat kan het leven van een kind erg beïnvloeden. En Samuel vroeg zijn moeder voortdurend wie zijn vader was. Een antwoord kreeg hij echter nooit. Maar ondanks dit alles bleef Samuel hopen dat hij ooit nog oog in oog zou komen te staan met de man die hem in de wereld gebracht heeft. Dat betekent echter niet dat zijn mening over zijn vader positief was. Hij wist dat zijn moeder in de jaren 50 een brief had gestuurd naar Tony. En toen hier geen reactie op kwam, nam Samuel aan dat zijn vader niets met hem te maken wilde hebben. Hierdoor groeide hij op met de overtuiging dat zijn vader niet om hem gaf. Dat Tony niet eens wist dat de brief bestond, wist Samuel natuurlijk niet. Hij voelde zich in de steek gelaten en koesterde veel wrok. Maar zou dit allemaal verdwijnen als de twee elkaar zouden ontmoeten? Toen Samuel oud genoeg was om op zoek te gaan naar zijn vader, wist hij niet waar hij moest beginnen. Toen bestond sociale media nog niet en mensen opsporen was dus veel ingewikkelder. Samuel had lang geprobeerd, maar uiteindelijk gaf hij het op. Het leek een verloren zaak. Dit alles veranderde echter toen zijn vrouw een onverwacht bericht ontving van Arlene Schulte, Tony's zus. Arlene had Samuels vrouw via Facebook gevonden. Ze legde de situatie uit en het leek erop dat alles eindelijk in orde zou komen. Vader en zoon zouden herenigd worden. Samuel was ondertussen al 61 jaar oud. Maar hij was zo opgewonden als een klein kind met Sinterklaas. Hij reisde meerdere uren naar Michigan, waar de 81-jarige Tony hem stond op te wachten. Samuel kon niet geloven dat hij eindelijk zijn vader zou ontmoeten. Maar wat hierna volgde, kon niemand geweten hebben. Het was een enorm emotionele reunie, zowel voor Samuel als voor Tony. En terwijl de tranen over hun wangen rolden, probeerden ze uit te leggen hoe ze zich voelden. Na deze ontroerende ontmoeting besloten beide mannen dat het een goed idee was om een vaderschapstest te laten uitvoeren. Ze waren er allebei van overtuigd dat ze vader en zoon waren, maar het kon toch geen kwaad 100% zeker te zijn. Tijdens de weken na de vaderschapstest leerden Samuel en Tony elkaar beter kennen. De officiële resultaten hadden ze nog niet, maar een ware connectie was er zeker. Tot de resultaten arriveerden. De voorbije weken en maanden waren al erg emotioneel geweest, maar nu waren ze echt diep bedroefd. De resultaten waren negatief. Dat betekent dat er geen enkele kans was dat de twee verwant waren. Het nieuws was dus te mooi om waar te zijn. Ze waren allebei ontzettend geschokt. Maar de band die ze gedurende die lange weken hadden opgebouwd bleek nu onverwoestbaar te zijn. En ondanks dat de vaderschapsresultaten negatief waren, hebben de mannen ervoor gekozen om een band voor te zetten. Officieel zijn ze geen familie, maar zowel Samuel en Tony zien elkaar nu als hun verloren vader en zoon. Samuel zal waarschijnlijk nooit te weten komen wie zijn echte vader is, maar toch is hij nu erg gelukkig. Want hij heeft nu een vaderfiguur die hij trots zijn vriend kan noemen. En Tony, ook hij is ontzettend blij eindelijk een kind te hebben.
Denk je dat jij zo lang een geheim met je mee zou kunnen dragen? Laat het weten in de comments. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan zeker. En klik ook op het belletje, zodat je geen enkel verhaal meer mist. We zien je morgen graag terug in de volgende video.